Robin, voor de neutrale toeschouwer een heerlijke pot om naar te kijken, zeker die tweede helft. Maar ik kan me voorstellen dat die voor jou toch wel buitengewoon zuur is. Ja, zeker. Wat je zegt, we spelen tweede helft gewoon een hele goede tweede helft. En we krijgen kans op de 2-1. Tegen op dit moment de koploper, dan doe je het hartstikke goed. En dan hoop je dat er eentje ingelegd wordt dat je op die 2-1 kan spelen. Alleen dat gebeurt het niet en dan gaat de wedstrijd heen en weer. En krijgt PSV kansen, krijgen wij kansen. En, ja, het is zo ontzettend zuur dat hij dan in de 93e minuut na zo'n wedstrijd toch nog bij ons erin valt. Ja. Hoe verrassend was het voor jou, maar misschien ook voor het hele team, dat PSV jullie zo erg aan de bal liet komen de hele tijd? Ja, eigenlijk hadden we ons enigszins al wel een beetje op ingesteld. Want zij spelen eigenlijk bijna uit. Spelen ze altijd wel zo van, het komt wel goed. En wij krijgen de ruimte om te voetballen. En dat hadden we eigenlijk uit bij hun ook al. Dat je gewoon momenten hebt om gewoon balbezit te houden. En die momenten, daar loert PSV op als we balverlies leiden. En het gebeurde in de 93e minuut. Nee, tuurlijk, PSV, dat is het kenmerk van het spel van PSV natuurlijk. Maar ze lieten jullie daarmee ook weer in het spel van jullie zelf komen, zeg maar. Ja, klopt, want de eerste helft hadden we het moeilijk. Zeker met hun wisselingen voorin. En daar hadden we het moeilijk mee. Alleen in de tweede helft, dat geef ik toe. Maar misschien ook wel omdat wij iets meer compacter hielden en vanuit daar de druk goed op PSV konden houden. En waarin we in balbezit ook iets meer ruimte kregen. En toch is het toch weer typisch PSV dat je dan weer zo tegenkrijgt. En daar loeren ze op en dat is zo zonde. Hoe kan het dan alsnog misgaan, toch? Ja, bij ons een stukje winnersmentaliteit, denk ik. Gewoon beseffen van wat er moet gebeuren. We hebben in 93 minuten hebben wij gewoon de bal. We verleggen hem van links naar rechts. Er zijn nog 10 seconden te spelen, denk ik. En als je dan gewoon de bal houdt, een hoek opzoekt of weet ik het wat, dan neem je gewoon een punt mee. En dat is gewoon zo zuur dat je dan zo balverlies leidt. En daar hebben zij de kwaliteit om het meteen af te maken. Ja.